alles. Want als je nog even terugkijkt wat er vorig jaar hier op Hasselt gebeurd is. De kanshebbers die niet eens finishten omdat ze elkaar afreden of op andere afgingen. Kortom, het wordt weer sport, spanning en sensatie. Kijken we even naar Shaky Burr, 37 jaar. U zei het al, 3 keer British superkampioen. 57 overwinningen, 16 pole positions. En stond vorig jaar tweede hier in Assen. Reed hij vorig jaar in de kwalificatie naar een tweede plaats. In de eerste race werd hij tweede en in de tweede race werd hij afgereden en had hij geen punten. Kionani vorig jaar hier in Assen zevende gekwalificeerd. In de eerste race 14e en in de tweede race wist hij een derde plaats te behalen. Kortom, Kionani op de BMW vorig jaar of de laatste race goed voor 2 overwinningen. Nou, de messen zijn geslepen, dames en heren. U kijkt naar de British Superbikes die nu begonnen zijn aan hun tweede vrije training. Thank you.
jaar bijgepakt. Eerst omstandigheden waren iets minder vorig jaar dan op dit moment. Het was een beetje bewolkt. Het was niet helemaal regenachtig tijdens de vrije trainingen. En in de tweede vrije training van de British Superbikes reed vorig jaar Alex Lowes, die later overgestapt is, zoals u bekend is, naar de WK Superbikes. Die reed de tijd van 1:38.049. Dat was de gemiddelde snelheid van 103 mijlen. Als ik nu zie dat Kiyonari, die rijdt nu in deze vrije training, al een tijd van 1:37.8. 1:37.8 voor Kiyonari. Rival, nummer 46, rijdt vroeg in deze vrije training een tijd van 1:38.2. En Shaky Burn, die heeft tot nu toe de tijd stilgezet op een tijd van 1:38.3. Maar met die razendsnelle tijd van Kiyonari, 1:37, is de beste tijd in de vrije training van vorig jaar al verbeterd. Ik noem hem nog een keer. Lawson die reed 1:38.049, nu 1:37.8. Dus dat betekent dat het ongekend hard zal gaan straks tijdens de kwalificaties, maar natuurlijk ook tijdens de wedstrijden. Kiyonari vorig jaar reed een tijd in de tweede vrije training van 1:38.5. 1:38.5, nu 1:37.8. Dus ruim 17 seconden sneller als vorig jaar tijdens